Bij ons vandaag te gast Brecht de Jager in Inside Out. Brecht is 25, ambitieus, getalenteerd, komt terug uit blessure. Maar we willen het vooral hebben over jongeren die profvoetballer willen worden. Jij bent het geworden, je hebt het gehaald, Brecht. Maar het ging niet altijd even makkelijk, hè? Nee, het is altijd met vallen en opstaan. En dan is het gewoon een kwestie voor mentaal sterk te staan en gewoon blijven hard je best doen. Welke tips zou je geven aan jongeren die profvoetballer willen worden? Goh, eerst en vooral plezier hebben, want iets dat je niet graag niet meer doet, dan kan je daar niet in verder gaan. Dus je moet proberen zoveel mogelijk plezier erin te houden en gewoon blijven alles geven van, en het beste geven van jezelf. Keihard blijven werken? Ja, ook in moeilijke omstandigheden, want dat is juist wat het verschil maakt. Op een bepaalde leeftijd kunnen ze allemaal voetballen, maar het is dan degene met de sterkste en beste mentaliteit die misschien een stapje voor heeft. Heb jij ooit bijvoorbeeld een vertrouwenscrisis doorgemaakt? Ja, en niet alleen in jeugdvoetbal, ook in het volwassen voetbal. En dan moet je terugvallen op mensen die nauw aan het hart liggen, familie, vrienden. En dan moet je daar in proberen hulp te zoeken bij hen en niet alles zelf oplossen, want dat is zeker geen oplossing. Wanneer wist jij, ik heb het gemaakt? Goh, ik heb dat zelf tot op de dag van vandaag nog altijd niet. Dus je mag niet zeggen van kijk, op dit moment, oké, ik ben er geraakt of ik heb het gemaakt. Dus, iedere dag kan het heel snel gaan en zeker in het voetbal. Je kan heel snel omhoog gaan, maar je kan nog sneller naar beneden gaan. Brecht, is het ook niet belangrijk? Je wordt dan bekend, je wordt een vedette. Je moet ook leren daarmee om te gaan. Ja, maar ik zal het zo zijn, misschien is dat het West-Vlaams nuchter boerenverstand, zeg maar. Ik weet nog altijd heel goed mijn eerste contract dat ik getekend had. Ik belde naar mijn vader van kijk papa, ik heb mijn contract getekend, mijn eerste profcontract. En die belde mij en die zegde mij daarop van kijk Brecht, ik ben super trots op u. Maar de dag dat je begint te zweven, gaat je bij mij helpen bij de varkens. Dus dat was echt zoiets van vader, ik heb juist een contract getekend. Maar het is zo, het is niet omdat je voetballer bent dat je iets meer of minder bent. Dus, je moet gewoon net hetzelfde doen als iemand anders op zijn werk, je best doen en goed presteren. Was je al van bij de jeugd een topper? Ik was dus eerst keeper tot mijn 16 en ik werd daar wel een mooie toekomst voor gelegd. Maar op een bepaald moment was ik te klein. En dan maak je die omslag naar veldspeler. En ook op dat moment zagen ze wel wat potentieel in mij. Maar het is dan nog zo dat de weg nog heel lang is. En met talent alleen maak je het niet. Maar heb je toen getwijfeld? Goh, je twijfelt natuurlijk wel of dat je de kans maakt om profvoetballer te worden. En zoals ik zeg, het is dan gewoon een kwestie van blijven geloven in jezelf en er blijven vol voor gaan. Je moet waarschijnlijk ook een beetje geluk hebben op de juiste trainer vallen. Ja, tuurlijk. En bij mij was het eigenlijk met Hein van Haasbroek. Ik maakte deel van de belofte van KV Kortrijk. En op een bepaald moment mochten wij meedoen met de voorbereidingswedstrijden van de A-kern. En op een bepaald moment ging ik normaal op reis gaan met mijn ouders. En dan heb ik eigenlijk besloten van thuis te blijven, niet zeker wetende of ik die oefenwedstrijden ging mogen meedoen. En dan werd ik toch opgeroepen voor die twee wedstrijden. En moest ik dan op reis geweest zijn met mijn ouders voor die ene week. Denk ik dat ze gingen zeggen van kijk, oké, die jongen gaat liever op reis dan dat hij meedoet met de eerste ploeg. En dat zijn keuzes die je moet maken en opofferingen. Ik heb tot mijn 20ste nooit weg geweest. Nooit gedronken. En ik kon bijvoorbeeld op mijn 15e kon ik naar Disneyland Parijs. Voor 4 dagen, volledig gratis met mijn neef. Maar we moesten dan nog 1 afsluitingswedstrijdje spelen met de jeugd. En ik heb dan toch voor dat wedstrijdje gekozen met de jeugd, omdat ik zeg van kijk, voetbal is 1 en al de rest komt op 2. Hoe belangrijk is de rol van de ouders in zo'n verhaal? Goh, heel belangrijk. Ik heb eigenlijk zeg maar alles te danken aan mijn ouders. Ze moeten ook in u geloven. Het was een hele opoffering ook voor mijn moeder. Wij woonden in Hans samen en de jeugd speelde ik eerst in Club Brugge. Dat was dan eigenlijk een half uur heen, een half uur terug. En dat was dat dan eigenlijk 3-4 keer in de week. Dan ook nog hetzelfde naar Kortrijk. Dus ik denk dat ze een auto aan mij versleten heeft. Dus dat zijn serieuze opofferingen die zij moeten doen. En zonder de steun van je ouders raak je er niet. Dan komt er een zwarte pagina, een zwarte bladzijde, een zware blessure. Hoe probeer je dat te verwerken? Goh, moest ik deze blessure gehad hebben 1,5 jaar geleden, ging ik er niet zo goed mee om kunnen gaan dan dat ik nu gedaan heb. Omdat mentaal heb ik ook stappen vooruit gezet en je moet het kunnen relativeren. Op dat moment was het erg voor mij, maar er zijn ergere dingen in het leven en er zijn ook veel dingen naast het voetbal. Maar nu heb ik zoiets, op het voetbal doe ik er alles voor en ga ik er alles voor doen dat het lukt. Maar iemand dat als ik thuis kom, probeer ik de voetbal aan de kant te schuiven en bezig zijn met familie, vrienden en dingen die mij plezier doen. De vraag die iedereen zich stelt natuurlijk, wanneer zien we Brecht terug op het veld? Ik hoop heel snel. Tot nu toe loopt het heel goed en we zien van week tot week.
En ik hoop voor volgende week al aan te sluiten met de passing en de opwarmeerde groep. En dan misschien een lichte positiespel ook al. Dus we zien wel hoe dat loopt. Maar op dit moment loopt het heel goed. Maar het is altijd voorzichtig zijn met zo'n blessure. Maar het loopt eigenlijk echt heel goed. Met zeker een dikke pluim naar de medische staf en Frank Wezenbeek en Matty Mortier. Je bent enorm populair bij de fans. Ontroert jou dat? Ja, dat is altijd leuk. Zeker als je nu ook tijdens de Buffalo Kids Day heel vele kindjes ziet met de nummer 19, de jager op hun truitje, dat doe je toch iets. En, het is altijd leuk dat je weet dat er heel veel supporters achter je staan. En, het is ook voor hen dat je dan nog zo het, iets extra wilt doen. Dat je dat, als je je eerste wedstrijd terugspeelt op de Glamco, dat je ze kunt kippenvel geven.